Oké, we gaan laten zien dat, dat we een Dyneema schaar hebben. Een Dyneema schaar versus een andere kwaliteitsschaar. Gemaakt in Japan deze. En dit is de Dyneema schaar. We gaan puur Dyneema, 5 mm gaan we knippen. Gaan we proberen te knippen. Eerst met een gewone scherpe schaar, hartstikke goede schaar. Ja, en Dyneema is een van de moeilijkste materialen te knippen. Het gaat. Maar het gaat lastig. En nu gaan we dat doen met de Dyneema schaar. Vervolgens gaan we ook nog eventjes kijken hoe we met 10 mm lijm met Dyneema kern dat gaan knippen. En dat ga ik met de gewone schaar ook nog even proberen. Het lukt.